Ik heb een nichtje en dat is eigenlijk niet een echt nichtje. Want eigenlijk is het een jongen, dus oorspronkelijk mijn neefje. Vanaf dat ze heel klein was, wist ze al dat ze geen jongen, maar een meisje wilde zijn. Als mensen haar nu ontmoeten, denken ze altijd dat het een meisje is. Ze heeft lang haar en ze draagt meisjeskleren. Voor mij is ze ook gewoon mijn nichtje en niet mijn neefje. Laatst moest ze dus een paspoort aanvragen en daar moest ze ook invullen of ze een meisje of een jongen was. Toen wou ze heel graag meisje invullen, maar dat mag niet volgens de wet. Nou, dat vind ik dus eigenlijk heel stom. Want waarom zou je nou eigenlijk of een jongen of een meisje moeten zijn? Waarom mogen we dat niet gewoon zelf kiezen? Wat is nou eigenlijk het nut van die twee hokjes? Zo, moeilijke vraag.